Beste mensen, welkom hier op deze bijzondere zaterdag. En natuurlijk bijzonder welkom aan Karin Bloemen, die hier vandaag is. En dat is een enorme eer, moet ik zeggen. En het is altijd een beetje spannend als je iemand van dit formaat in je boekhandel mag ontvangen. Dus echt geweldig. Ja, echt een grote eer. De reden dat je hier bent, Karin, is dit boek, Mijn Ware Verhaal. Een ongelooflijk heftig boek, een heftig verhaal. Waarom heb je dit boek nu willen schrijven? En waarom nu pas misschien? Nou ja, zoals heel duidelijk blijkt, in het ziekenhuis had ik me niet, voorbereid op het gevoel wat het me gaf toen ik daar lag. En dat beschrijf ik ook in het boek, dat je weer opnieuw gevangen bent en weer zo afhankelijk van een ander en dat je echt onmachtig bent om op te staan en weg te lopen. En dat linkte zo aan mijn jeugd. Ja. Dat vond ik echt, daar schrok ik zo enorm van. Dus ik heb echt in het ziekenhuis alleen maar liggen huilen. Echt ontzettend me bewust geworden van de gevangenis. En dat die inderdaad, die wordt je aangedaan. En op een gegeven moment, dan heb je zit in de gevangenis. En als je eruit bent, zit de gevangenis in jou. Ja, ja, en dat was ik me toen opeens weer zo bewust van. Dat ik ook meteen toen wist, daar moet ik beginnen. Ik moet maar gewoon beginnen bij wat het nu voor me doet. Ja. En dat hoop ik ook, weet je, naar een heleboel mensen die een soortgelijke ervaringen hebben. Je moet accepteren en durven accepteren dat dat nooit weggaat. Maar dat door het te benoemen en door erover te praten en door het aan te pakken, wordt de pijn wel zachter. Ja, ja. Maar je hebt in verschillende shows heb je er al over verteld. Je hebt een beetje aangestipt. Ja. Maar dat was kennelijk niet voldoende. Of het gevoel nu was echt zo sterk, doordat je opgesloten zat, dat het eruit moest. Ja, dat ziekenhuis maakte dat echt in één klap enorm duidelijk. Mm-hmm. Kijk, in het theater, mijn theatervak is een leuk vak. En het theatervak is bedoeld om mensen, we noemen het te upliften. Dat ze vrolijk worden, dat ze met een lach naar huis gaan. En dat ze denken, oh wat heerlijk, ik ben echt even weg geweest. Dus je probeert iets zwaars altijd lichter te maken. Dat is mijn vak bijna geworden. Mm-hmm. Omdat het zo zwaar is, moest ik het lichter maken. Ja. Dus in het theater, ik heb het aangestipt, ik heb ermee gespeeld. En ik heb geprobeerd een boodschap over te brengen. Die mensen ook mee naar huis kunnen nemen zonder dat het zo zwaar voelt. Ja. Maar in dit boek moest ik wel de zwaarte en de diepte in. Ja, ja, ja. Ja. Eén baby die is er zo niet mee eens. Nou, die weet het nog niet, die weet het nog niet. Maar uiteindelijk heb je wel kunnen overleven na die gruwelijke jeugd en die geschiedenis die je achter je hebt. Is dat geleidelijk aangegaan of was je toen je 18 was, heb je het toen verdrongen tijdelijk? Of hoe werkt het dat het op een gegeven moment weer naar boven komt? Mooi, één zo'n vraag en dan heb je een paar uur de tijd. Ja, dus ik realiseer me dat het een hele... Het is de complexiteit van het leven. Het is natuurlijk ook in mijn verhaal. Het is niet, ik heb er even over gepraat, nou is het klaar, hartstikke mooi. Nee. Was het maar zo makkelijk, ik heb het echt geprobeerd om het zo makkelijk te laten zijn, maar dat werkt nooit. En ik denk dat iedereen die een traumatische ervaring heeft meegemaakt in zijn leven, dat meeneemt de rest van zijn leven. Dus op de dag dat ik in mijn kist ligt, ik heb gepland 102, toen denk ik dat ik het ga halen. Maar weet je, dus dan nog, dan is dat je verhaal en dat is wat je meedraagt. En een litteken, net zoals je hebt een zwaar ongeluk gehad, dan heb je een wond. Ja. En die wond wordt tot een litteken en dat litteken blijf je voelen. En soms dan gloeit het nog een beetje leuk op. Maar je kunt hem altijd meteen aanwijzen als iemand ernaar vraagt of als je denkt, waar zit hij ook alweer? Mm-hmm. En dat is met een trauma altijd. Het is een zichtbaar litteken waar je soms zelfs nog last van kunt hebben. Wat gaat trekken in de winter. En dus in mijn leven ook. Ja, dat zal altijd zo blijven. Ja. En toen ik 18 was, natuurlijk probeer je dan te distancieren. Omdat ik wou het ook zo graag af en toe leuk hebben. Ja. Weet je, dus dan zet je jezelf, en dat is natuurlijk ook gevaarlijk. Je zet je soms je ziel even in de ijskast. Je zet het even los van wat je aan het doen bent. En daar moet je ook voor oppassen. Want daar word je soms ook een heel klein beetje van in de war. En een beetje onbereikbaar.
Soms zegt mijn man wel eens, wat doe je nou? En dan komt opeens gewoon de koude muur komt omhoog zetten. Ja. En dan word ik heel erg, dan ben ik ook helemaal niet aardig. Nee. Dus die doen we vandaag niet. Nee. Oké. Nee, dat hoop ik niet. Nou, en als het wel zo is, ja, dan is het zo. Het is echt wel eng. Ja. Nee, ik kan me iets bij voorstellen. Ja. We gaan een paar dingen ga ik even noemen, omdat me die opvielen in het boek. En misschien gaan we erover hebben of misschien niet. Alles is een en ander is gebeurd in de jaren 70. En je zegt op een gegeven moment, praat je over de koelbloedigheid van Emma Peel. En Emma Peel is van de Wrekers. Nou ja, je hebt gelijk weer een soort, gevoel van, oh ja, hoe zat het nou ook weer? Maar ik moet zo koelbloedig worden als Emma Peel. Alleen zo kan ik Ben Kuyt verslaan. Kun je dat gevoel, heb je dat altijd zo bij je gehouden? Of is dat ineens ontstaan, dat idee? Of heb je toen ook echt dat gevoel gehad van, Emma Peel is mijn voorbeeld om zo ermee om te gaan? En nog steeds ben ik enorm fan van fantasy. Omdat mensen kunnen allemaal dingen die je niet voor mogelijk zou houden dat je die ooit zou kunnen. Maar die mij in mijn fantasie als kind enorm hielpen. Op wegvliegen, toveren, en ook de ijzeren muur omhoog trekken. En net die ijs. Alles wat je kunt toveren en bedenken, dat leek mij uitermate geweldig. En in mijn Peel kon dingen die mensen helemaal niet konden. Nee. En sowieso, elk fantasyfiguur kan dingen die dat kan helemaal niet. Maar in je fantasie, dat is het mooie aan fantasie. Alles kan. Ja. Dus dat verschaft je vrijheid en ook luchtigheid. En ik heb letterlijk ook een jaar toen ik 15 was taekwondo gedaan. En om te leren slaan en om te stoten en zo. Alleen toen moest ik ook een wedstrijd spelen. En dat is dan stukken minder. Ja. Want dan kan je het opeens helemaal niet, weet je. En dan weer je af en denk je alleen maar, dat doet heel erg zeer. Was dat nog de periode dat je... Dat was daarna. Dat is daarna geweest. Ja. Oké, ja. Ik moet het eens leren. Ja, precies, heel goed. Op bladzijde 103 en 104 kom je een potloodvender tegen in het park. En je bent met een vriendin en je ziet die man daar staan en je denkt, god, daar gaan we weer, denk ik. Zelfs in het park word ik niet met rust gelaten. Nou ja, wat moet dat? En ik wil in de richting van de bosjes lopen, maar Marieke, mijn vriendin, hangt aan mijn arm en trekt me mee de andere kant uit naar het plein. Wat deed je nou, Karin? Je wou toch niet echt aan die vieze man gaan zitten? Dat is kennelijk toch ook een het zit zo diep dat je die reactie gaf. Hoe werkt dat? Ja, god. Nou, ik zou zeggen, probeer jij eens de potlood vinden, kijken we wat ik doe. Ja. Vind je het erg als niet gedoe? Nee. Mevrouw heeft er geen behoefte aan, hoor ik. Nee, maar het is een interessant mechaniek. En dat is ook wat ik heb proberen te duiden in het boek. Het mechaniek waardoor je niet meer weet wat normaal is. Nee. Dat je niet meer weet... weet je, als een volwassene tegen jou zegt, het is heel normaal dat vaders hun kinderen neuken, dan denk je, oké. Weet je, dan neem je dat aan voor waar, hoe bizar dat ook klinkt. En pas als je later leert dat het niet normaal is, denk je, dan moet je dus alles bijstellen. Je hele zicht op mensen, wat ze met elkaar doen, dat moet je bijstellen. En dus was ik een soort van geperverteerd toen ik heel jong was. Mm-hmm. Ik wist niet meer wat normaal was. Nee. Gelukkig is dat wel, heb je die stappen wel gemaakt om... Nee. Ik hoop niet. Oh ja. Nee, maar ik heb er ook wel eens met vriendinnen uit die tijd over gehad. Een vriendin van me die is hier nu, die staat zich niet te verstoppen. Nee, maar ik weet nog dat zij, dat zij met een vriendje gewoon aan het wandelen was. En dat ik dan dacht dat zij van alles deden. En later vroeg ik dan, jaren later, was dat nou eigenlijk zo? En dan zei echt, dat doe normaal. Ja. En het was dus niet zo. Nee, maar in mijn fantasie gebeurde daar veel meer dan dat zij had kunnen bedenken dat er had kunnen gebeuren. En het is omdat je de verkeerde informatie hebt gekregen en dat verkeerd hebt opgepakt. En dus ik heb heel veel bij moeten leren. Ja. Maar het gaat nu wel goed, hoor. Gelukkig, ja. Zo zie je er ook uit dat het goed gaat. Maar toch, het is heftig allemaal. Ja, ik maak er een grapje van. Ja, dat is wel... Nou, nee. Nou ja, kijk...
we gaan natuurlijk, we zitten hier een zwaar onderwerp bespreken, maar dat moet ook luchtigheid bij. Dus wat dat betreft is het ook goed om die luchtigheid erin te houden. Want anders dan wordt het, dan gaan we allemaal... Ja, maar toch... Het is overleven. Maar toch moeten we inderdaad overleven. En moeten we vooral natuurlijk dit verhaal, dat moet ervoor zorgen, en dat heb je zelf ook gezegd, als er maar één iemand is die ik op deze manier kan helpen en redden, dan ben ik al gelukkig. Ja, de gedachte, het gaat ook al lang niet meer om mij, maar het gaat om... Het zijn natuurlijk nu nog steeds een heleboel jonge meisjes en jongens die dingen ervaren die ze niet horen te ervaren. En ik denk dat het onze plicht is als volwassenen om die jongelui te helpen door ze te laten zien wat het mechaniek is, door te laten zien dat ze niet alleen zijn en door te laten zien dat er nog heel veel kan, ondanks dat wat je is overkomen. En dat er een weg naar buiten is, die best toch wel leuk is als je er eenmaal komt. Tuurlijk, als je er eenmaal bent, dan... En hoe kom je er? Het belangrijkste is voor alle jonge mensen is dat ze mogen en durven praten met volwassenen, ons. En dat wij daar open voor staan en dat wij niet als volwassenen denken... Ja, dat was het moeilijk en door. Weet je wel, ik heb heel vaak, zo vaak een dichte deur tegen mijn gezicht gehad. Ja. Probeer altijd te luisteren en praten. Ik zeg ook altijd dat het bijna de slagzin wordt dat. Als je niet praat, is de enige die je beschermt de dader. Ja. Ja. Dus je moet praten, want dan bescherm je eindelijk jezelf. Ja. Die dader, hè, dat is natuurlijk ook, als we naar, nog een stapje maken naar je zus, Annelies, die uiteindelijk met Ben getrouwd is en toch ook een soort last heeft van het Stockholm-syndroom om sympathie voor je de dader te vinden. Dat is natuurlijk een opmerkelijke gebeurtenis. En vind je dat achteraf ook begrijpelijk of snap je er eigenlijk helemaal niks van? Ik heb jarenlang, echt decennia lang, niet begrepen wat het was. Maar dat vind ik het mooie van boeken. Toen ik het boek las van Natasha Campus, over haar gevangenschap van 10 jaar, toen beschreef zij het Stockholm-syndroom. En toen pas realiseerde ik me, oh, dus zo heet dat. Dat is het. Dat is waar wij allemaal zo'n last van hadden. En zeker mijn oudste zus Annelies, die helaas nooit goed is opgevangen en nooit goed... is geholpen nadat zij bij hem weg is gegaan. En vanaf het begin is haar leven verwoest geweest. En alleen door dat Stockholm-syndroom is ze daarin blijven hangen. Ze kon ook echt niet anders. Nee. Zij is zo vaak bedreigd, zo vaak mishandeld. En het dreigement, anders vermoord ik je kinderen. Ja, we kennen misschien allemaal de termen don't bite the hand that feeds you. En dat is eigenlijk, weet je, je bijt niet de hand die je voedt. En dat is natuurlijk, dat is in principe de basis van het Stockholm-syndroom. Daar begint het. Ja, ja. En dat is waar mijn zus, ze is overleden in brand. Ja. Maar ze is eigenlijk overleden aan het Stockholm-syndroom, eigenlijk. Ja. Ik bedoel, de dag voor de brand liep mijn stiefvader daar nog ruzie te schoppen. Dus zij is nooit losgekomen van die gevangenschap. Nee. Ik vond... Heel interessant, ook als je Natasha Campus leest, dan denk je, jeetje, oh, dat is wat het met je doet. Dat is zo bizar. Ja, sorry, dacht dat iemand iets vroeg. Een ander, waar je haren van overeind gaan staan, al heb ik er niet zoveel, maar toch op mijn armen gebeurt dat dan wel, is op het moment dat er een hulpverlener bij jullie komt, omdat dan duidelijk is geworden wat er allemaal gebeurd is, en dan zegt die hulpverlener tegen jouw moeder, het is 1975, we zijn tegenwoordig wel wat gewend, toch? Misschien kunt u uw hand over uw hart strijken en nog eens met uw man gaan praten. Ja. Hoop je of weet je dat de hulpverlening veranderd is? Nou ja, het was toen al zo bizar. Ja. En nu nog, als iemand dat zou zeggen, je zou hem toch gewoon in zijn gezicht slaan. Ja. Kan toch niet waar zijn? Nee. En natuurlijk is de hulpverlening nu heel erg verbeterd. Maar er laat ook heel veel te wensen over. Ja. En het is nog steeds dat zolang meisjes en jongens nog gevraagd wordt, wat had je aan, weet je, bij een verkrachting? Dan denk ik, oh... Zullen we dat gewoon niet meer doen? Ja. Weet je? En de hulpverlening is er natuurlijk heel erg op gericht om ook weer mensen samen te brengen en om ze weer... Maar in sommige gevallen moet je dat gewoon echt niet willen. Want dat Stockholm-syndroom zit daar natuurlijk wel altijd gewoon in de weg. Ja. En dit was echt schandalig. Die man heeft echt
fouten gemaakt. Ja, dat is, nou ja, het is inderdaad te gek voor woorden. En we moeten, wat dat betreft moeten we het ook niet generaliseren, want dit is één individu die dit zegt. En ja, we moeten daarmee ook niet de hele hulpverlening neersabelen, lijkt mij. Nee, maar dat is toch heel mooi. Ik krijg nu ook heel veel reacties via het internet. Dat is natuurlijk het leuke van deze tijd. Ja. Iedereen, je bent heel benaderbaar door de sociale media. En ik krijg nu ook van heel veel hulpverleners, dank je wel voor dit boek, want nu snap ik het beter en nu kan ik ook beter helpen. Want nu pas begin ik door te krijgen wat er met sommige patiënten aan de hand is en vind ik openingen om ze een stap verder te helpen. Ja, hoe gaaf is dat? Ja. Ook zij moeten dat mechaniek natuurlijk eerst snappen voordat ze de helpende hand kunnen bieden. Ja. Het is altijd alleen zo lullig dat er eerst wat moet gebeuren, wil een ander iets snappen. En dat dat niet op een andere manier zou kunnen. Dat het niet andersom kan. Ja, het hele leven zo. Ja. In het interview met de Volkskrant zegt iemand... Oh, daar heb je Karin Bloemen weer met haar incest. Ze koketteert ermee. Ja. Wat doet dat je, als iemand dat zegt? Ik heb het Henk Westbroek nooit kwalijk genomen. Zo, laat dat even gezegd zijn. Nee, maar het is natuurlijk echt... Het is ook heel goed dat iemand zoiets zegt, omdat je je ook dan kunt afvragen, doe ik dat? Want je moet je altijd afvragen, is mijn pijn, wordt dat nu mijn identiteit? Mm-hmm. Weet je, en dat heb ik ook altijd niet gewild. Ik wilde niet Karin Incest Bloemen zijn, dus ik heb het ook een tijdje echt van me afgehouden. Want ik wilde zo graag dat het leven theater was en muziek en liefde en goedheid, weet je wel? En koketteren is gewoon een heel naar woord voor proberen te communiceren. Ja. En je moet het mensen nooit kwalijk nemen, maar het doet wel zeer. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Tot slot, toch ook nog iets luchtigs. Want je bent zangeres, cabaretière, een opvallende verschijning. Uitbundig en extrovert. En ook weer ingetogen en gevoelig. Is dat iets door datgene wat je hebt meegemaakt, dat je dat hebt ontwikkeld, Karin? Het is afstand. Nee, ik vind het eigenlijk wel grappig, omdat weet je, soms dan denk ik, weet je, je hebt natuurlijk altijd het dankzij of ondanks verhaal. En ik weet dat ik in mijn jonge jaren, toen, weet je, van mijn geboorte tot mijn vierde jaar, was ik een heel extravert, vrolijk, positief, spelend, fantasierijk kind. Dus ik was dat weet je, mijn zusje net boven bij Jolanda, die was altijd ziek. Mijn oudste zus was haar hellbaby. Weet je, toen ze was het eerste half jaar. Dus mijn moeder had het nogal zwaar gehad met de twee voor mij. En ik kwam zo te huren. Voilà. En grappig genoeg heb ik altijd gedacht, de kern van wie je bent, namelijk dat ik nogal een vrolijk kind ben, dat is blijkbaar toch altijd gebleven. Dus misschien kun je daar ook een beetje aan vastklampen, weet je? Dat je denkt, wat je ook gebeurt, ergens zit dat meisje. Ja. Ik vind nog steeds een cadeau dat mijn werk, als ik naar mijn werk ga, dan zeg ik niet ik ga werken, en dan zeg ik ga spelen. Ja. En dan vragen ze ook, wat speel jij vanavond? Ik speel in, en dan noem ik een theater, en op het theater speel je. Ja. En eigenlijk is dat een soort cadeautje, omdat dat is wat ik het leukste en het fijnste vind om te doen, wat ik het meest gemist heb toen ik jong was. Ja. Spelen. Ja. Nou, het is mooi dat je eigenlijk raar ook, maar vanaf na je jeugd je hele leven kunt spelen. Ja. En zingen, ja, ja. Je eerste theatershow heette Bosje Bloemen. Ja. Daarna kwamen er nog een stuk of 11, geloof ik. Struikgewas, ja. Nou. Een beetje narigheid. Het is een klein bosje. Dat gaat ook niet te groot, want anders zien ze ons niet. En jou vooral. Daarna kwamen er nog een aantal. En een van de laatste was getiteld. En daar, nu komt hij. The Abso Bloody Lutely Bloemeliciously Fan-fucking-tastic. Nou, maar waarschijnlijk kun je dat zelf veel beter. It's absolutely bloemeliciously fan-fucking-tastic. Geweldig. In Liverpool moeten we. Ja, ik moet natuurlijk direct bekennen dat ik die show nooit gezien heb. Nee. Maar toch, je wint de Gouden Harp, een Edison, de Annie M.G. Schmid prijs. In 2011 ben je benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau. Op zondag 15 september sta je in de Lichtfabriek met het programma Billy, Arita, Nora, Amy, Karin. Daar zijn nog kaartjes voor te koop. Dus ga gewoon naar de website van karinbloemen.nl. La Bloemen, geloof ik, is het. En daar kunt u die kaarten bestellen.
Ontzettend bedankt voor dit gesprek en vooral voor dit ongelooflijke mooie boek. En ik zou zeggen, lees dit boek en geef het door. Want iedereen moet weten dat het anders moet en dat dit eigenlijk moet stoppen, want het is echt gruwelijk. En nou ja, daar heb je een hele mooie bijdrage aan geleverd. Dank je wel. Thank you.